Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Wij zijn, zoals jullie zien, in Polen, op de Polenmarkt. Hier zijn we jarenlang geweest, tot het moment dat ik en Jordi een keer werden gepakt. Althans, we waren aan het stoken en er kwam politie. Wat gezeik, daardoor hebben we deze locatie hier lange tijd niet opgezocht. Maar ik ben toch benieuwd hoe het hier staat met de Polenmarkt. We zijn dus nu bezig met een trip, dus binnenkort meer tripvideo's. Maar ik wilde jullie eerst in ieder geval... Achter jou staat ook een vuurwerk in dat schap. Klopt. Hey. Ja, we gaan zo meteen alles laten zien, jongens. Ja. Wow. Heel graag. Zo, ze hebben een stukje kerst aan mijn poten. Nou jongens, ik hoop dat ik mag filmen, maar wat een blokken staan daar nu al. Jongens, besef, we staan nu op de markt. En hier heb je echt veel. Kijk, deze blokken hier zo. In ieder geval, als dit in België te koop is, dan is het altijd heel snel weg. De Vivaldi, de Machang, Tears from Heaven, My Banfa, Paranoid. Alles is hier te koop, gewoon op de markt, open en bloot. Dubbele Black Edition. Allemaal nieuwe dingen, hè? Ja, hier. Dit zijn wel die echte. 2 euro. Oh. Hey, hij is afgeprijsd. 2 euro. Ja, maar dit zijn die echte. Die hebben we ook met gehad. Dit zijn de goede dumbums. 5 gram. Zo, kijk deze. Die ken ik ook niet, hoor. Kijk deze, Jordi. Nee. P1. We zijn net geweest bij de Pyrobunker, jongens. We gaan nu even verder kijken op de markt. Maar hier had je dus al heel veel. En het valt me op dat ze heel veel van Funk hebben gekregen. Heel veel, hè? Dus je ziet echt alle grote blokken die ze kunnen kopen in België en zo. Die kan je hier ook kopen, toch? My Banfa hebben we gezien. Supernaut, Tears from Heaven. Alles kan je hier kopen. Bizar. Zena ook. Heel veel knallers van Zena. Want P1 is natuurlijk een soort van weg daar. En dan zie je altijd dat ze dat hier in Polen wegzetten. Dus, Mammot ook gezien. Ik denk dat het ook collectors items worden, trouwens, man. Binnen een paar jaar, de Mammots. Ja. Laten we maar gaan naar het volgende winkeltje. Hopelijk is er nog wat. We gaan nu naar Fikov. Dat is ook een vuurwerkwinkel. Voor je werk, bij Fikov staat er. Die zijn ook heel erg bekend in Polen. Laten we maar even checken. Ik zie al een paar Funke dingen staan weer. Kijk die. Hey. Zo. Goed. Hey. Zullen we die Exploder meenemen? Dit zijn die crazy robots, hè? Ze willen dus inderdaad niet dat we filmen. Liever niet in ieder geval, want dan kunnen ze controle krijgen. Hey, zien jullie een paar leuke knallers? Zo, hé. Hey. Hiernaast heb je ook, hè? We zijn op dit moment bij Fikov achter mij, jongens, zoals jullie kunnen zien. We gaan even kijken wat ze allemaal hebben. Heel veel is hier en voor de mensen die het zich afvragen, we mogen hier filmen. Zo kan ik beter filmen. Dit waren die dingen die we eerder afstaken. Het zijn eigenlijk een soort van de Gigant 3. Hey, hier heb je ook die Gigant 3 trouwens, hoor. Huh? Lijkt een beetje op die Zena Salute. Kijk, wat een grote joekels. 24 euro, gek. Waren dat nu maar slot? Hou me eens vast. Echt ziek. Ze zijn bijna even lang als jou, gek. Ja, nou, bijna wel, hè. Wel als jou. Kom eens. Ja, even groot smiesgek. Hier, check dit. Ja, mooie pijlen, man. Van Klaasek. Ja, ze zijn wel heel groot. Hoeveel inch denk je? 3? 4? Nou, 3. Ik weet het niet, man. We gaan eventjes... Ik dacht dat hij tegen ons had. Als je hier zo filmt, Fikov. We zijn nu op de Polenmarkt dus. En we mogen van hem even filmen. Daarom hebben we ook een energy drankje gehad. Ziek. We gaan jullie even laten zien wat ze hier hebben. Per stuk. Eerst even een slokje nemen. Let's go. Zo. Van Funke. Ja, ah. Funke ratelband. 35 euro. 35 euro. Hoe lijp is dat? 20 karel. Ja, man. Ziek, hè? Dat ze dat gewoon hier nog hebben. Ik mis het ook echt, ik zeg eerlijk. Toen het, die Nederlandse niet natuurlijk, maar wel die Belgische. Hey, dit valt wel weer op, hè? Iskra. Ik vind dat zo ziek. Ja, is wel en deze mooie, dan? Mooie lijn, man. Wild. Ja, je ziet hier heel veel Funke terug. Ook Zena. Ze hebben natuurlijk vaak restanten vanuit België deze kant op gegooid. Vooral het P1 merken we. Veel P1 is die kant op gegaan. Dus, bijna geen F3 knallers meer, hè? F3 niet. Ja, nee. De knallers. 5 plus 1. Hey. 5 plus 1. Wat hebben we hier allemaal, jongens? P5. Je hebt hier de PS5. 20 euro voor een pakje. Want jullie vragen altijd aan ons van wat zijn de prijzen? Nou, dat vertellen we. 20 euro. Inflatie is wel raak hier. Deze heb je. Die zijn goed.
Die zijn echt goed. Titanium knol. Titanium blitz. €25 voor een pakje, Goos. Dat is nog duurder dan in Nederland, joh. Wat hebben we nog meer? Ja, deze knallers die we al eerder hebben gehad. Wat ook grappig is op zich, is dat ze ook de, dat ze ook Visco hebben. Ja, weer die mooie blokken hier zo. Kijk die gek. Wow. Kijk, wat zien we nog meer? Kijk, dit bedoelde ik. Zo, niet zo. Ja hoor, ziek. Kijk dan. Dit zijn nog de oude vertrouwde vlinders van Zena. Zou hier ook een draakkaartje, toch? Oh, je hebt gelijk, man. Kijk dit. Corona-knaller. Hé. Hey. Hier. Kijk eens ook hier vandaan tover, Mies. De JCWT's. Oude vertrouwde JCWT, ook €15 geworden. En vooral, wie kan ons vertellen waarom het zo achterlijk duur is? Delta-variant is dit. Zie je? En dit is de normale. Hoe lijp is dit ook, jongen? Gek. Ja, echt lijp. En volgens mij ben jij een hond. Een bulldog, gek. Ja, dan heb je deze nog. Zena Color Bank. Dit is echt... Ja, toen een paar jaar geleden P1 kwam, had je deze allemaal bij Zena in België. En dat is dus nu allemaal hier neergelegd. Mammot. Ja, deze, man. Weet je nog, met die mooie kleur. Dit worden echt collectors items allemaal, denk ik. Ging hard, hè, die. Nederlandse tekst ook, logischerwijs. Het voelt raar om dat te zien hier. Ja, in Polen, gek, hè. Ja. Maar het voelt ook raar om niet meer alle... Zena is logisch toch dat ze dat doen. Maar het voelt ook raar om geen kat 3 of 4 te zien, man. Wat is hier nog? Ze hebben mooie bloemen, bloembollen, bommen. Kijk wat ze hier nog voor... Saint Laurent ook gek. Zo, dat is een centipede, denk ik. Centipede, ja. Hier, onze favoriet. Dumbum. Oh, candle. Dat is een mooie kaars. Titanium, absoluut gek. Ja. Scream Rockets. Ja, man. RDG rookbommen. €5. Denk al voor Jos. Jordi hier kwam. Zie je er wel bij, Jordi? Zie je er wel bij? Ik zie van alles. Kijk die grote fonteinen ook, gek. Ja, man. Wat zit jij te kijken, JCWT? Ja, echt lijpe dingen zijn dat. Oh, hè? Zijn nieuw. Oude vertrouwde. Deze zijn nieuwe uitvoeringen, of niet? Die zijn al een aantal jaren. Oh. Nou, dan ben ik dom, denk ik. Ja, man. Volgens mij ben ik een niveau 2. Stop op, kijk gewoon. Mascleta, de Valencia. Voor €189. Zo. Ja, dit is wel de. Waarom is daarbij dat schap? Anders, ja, andere kant. Juist. Ziek. Is SO naar hun, want we mogen hier dus filmen van hem. Ik heb net al alles laten zien. Het zijn mooie producten hier, alleen ja, echte hardere knallers die we hier vroeger zagen, 5 jaar geleden, die zijn al zo'n beetje weg. Toch, Jordi? Wat? 5 jaar geleden of zo zagen we hier echt triktraks en zo, hè? Dan stonden die hier zo. Ja, en dat is nu echt allemaal weg. Dat verkopen ze gewoon echt niet meer. En hier staat het ook duidelijk wat allemaal mag. Dus het is allemaal legaal in Duitsland. Ik had P1, F1, F2. En dan mag hier zelfs nog F3, waaronder dus de Funkenschlag 3. Staat klasse 3 op, zoals jullie kunnen zien, daar rechtsboven. Dus dit zijn nog een beetje de... En nog steeds Nederlandse tekst op, gek. Ja, alles van Funken, man. En zeker ook nog CE. Gast, dit kan je gewoon... Dit kan je gewoon meenemen. Raad ik niet aan, man. Zo, een mooi triplex blokje. Mies. Ja? €40. €94. Oh, nou, dan zit ik. Oh, ik las 39. Hem zo. €39. Oh. Ja? Bijna. Je dacht dat zo goedkoop. Ja, joh. Ah, jongens, we lopen nog over de markt. We zijn even aan het kijken voor Fiekhoff 24 uur. Want daar mogen we ook even wat filmen. Voor dat jullie. Chill, hoor, daar. Wat ze daar allemaal hebben. Dus. Daar gaan we nu naartoe. We zijn dus nu op een tijdstip dat heel veel gaat sluiten. Dus het is daarom wat rustiger. Maar het is toch eigenlijk perfect om wat te kopen? Klopt. Alleen ja, wat wil je doen dan? Wil je iets kopen en dan... Want ik vind, we moeten het wel bij hem kopen. Want... Maar ik wil sowieso wat halen. Dus we lopen nu even over de markt richting die 24 uur shop. En zodra we daar zijn... ja, hun hebben in ieder geval heel veel... vuurwerk en 24 uur zijn ze open, dus we gaan hier ook even checken.
Want dit is die 24 uur shop. Ja hoor. Natuurlijk hebben ze hier Goos. Het staat helemaal vol met Foemke natuurlijk. Misschien hebben ze nieuwe producten, ja, misschien niet. Maar dit is dat stuk aan het begin van de markt. Want aan de rechterkant zit dan die Eiffeltoren op zijn kant, als je Ruben mag geloven. En dan daarachter zit een Mac, waar we altijd gingen eten. Maar de afgelopen jaren hebben we deze plek een beetje vermeden, omdat we toen een keer gepakt waren. Kom maar mee, gaan we even naar de markt. En dan filmen als je wil. Zou heel lief zijn van je. Nou, dat is de eerste plek gevonden. Hier heb je ook de knallers van Fico. Zena Pirate 1. Dat zeg ik. Ze hebben niet echt andere dingen per se, denk ik, dan die andere winkel. Maar het is wel weer grappig om ook te zien dat het hier allemaal groot ligt uitgestald. Zie je wat leuks, joh? Het is aardig hetzelfde. Maar dit is dan wel weer kat 1. Gaat altijd, jongen. Ik weet wel waar hun staan. Man, man, man. Kijk dan, Barboza's. Ja, het zijn heel veel van diezelfde soorten knallers, maar oh ja, deze bijvoorbeeld, Jordi. Kijk, deze is dan leeg. Of nee, het is niet leeg. Zo, Goos, kijk deze. Des. Hé, hey, ja man. Valencia. Ziek. Hebben ze niet meer hieronder dan? Nou, misschien losse dingen. Superzeus. Dit was dan 30 euro. Huh? Zo. Strijkkoppie. Lijkt op zand. Heb je deze losse knallers ook? Ja, we kennen ze allemaal natuurlijk. 5+1, hè? En wat is dit dan? Nou, dat kan ik helaas niet ook. Oh, jawel. Alles wat hier ligt mag dan ook vast, volgens... Hey, Mies. Heb je het goed gedaan? Oh, joh. Het is gewoon een vlinder. Ja. Super gato. Ik vraag me af wat de grootste diameter hier is, man. Ik zie alleen maar 50 mm. Zo, man. Echt ziek. Dat dat hier gewoon zo open en bloot ligt. En weet je wat ook zo is? Heel veel mensen zeggen dus dat kometenbomben een soort van moeilijk te verkrijgen is. Maar ook hier, grote getalen aanwezig. Ze liggen overal. Ja, ze liggen overal in Polen. Net zoals deze. F3 Thunder Kings. Ja man, die zie je ook overal, ja. Gewoon weer een fortuin kosten dit. Deze hebben we natuurlijk al afgestoken, maar dat gaan jullie pas later zien in video's. Kijk, nou, deze heeft plastic man. Nee, dat is plakband. Dat hoort niet. Wat gebeurt er dan? Oh, weer vogelschrek. Ziek hè, want deze dozen gaan altijd heel snel kapot voor de mensen die ze wel eens hebben gehad. Kan je even één keer... Ja, kom maar. We zijn weer in de auto onderweg naar het hotel. We zijn net bij de Polenmarkt geweest hier. Dus we moeten nog wel even rijden, waarschijnlijk anderhalf uur naar het hotel waar wij dus zitten. Binnenkort dus meer tripvideo's, want jullie weten nu dus dat wij in Polen zijn geweest. En ik wilde jullie deze markt gewoon even eerder laten zien. Gewoon, hoe is het nu hier? Waar wij al jaren geleden kwamen, waar je toen die kipolla's zag en zo. Jullie hebben het wel kunnen zien. Hier hebben we niks gemerkt van F4. Toch jongens? Ja. Niks hè, gewoon geen Cobra te zien, geen Shell. We hebben wel gevraagd, maar ze zeiden gelijk nee. Kan ook te maken hebben met het feit dat ze weten dat wij filmen. Want ik geloof niet dat hier nergens meer Shells te krijgen zijn. Want dat hebben we gezien in Potuki. Er zijn heel veel te krijgen. Maar ja, we hebben niks gezien in ieder geval. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En binnenkort weer meer video's.